Hartelijk welkom. Welkom bij het Hunebed Centrum. En zometeen gaan we de Hunebed Games spelen. Dat zijn 5 prachtige games die jullie zometeen mogen gaan spelen. Daar kunnen jullie stenen mee verdienen. En wie de meeste stenen heeft, die heeft uiteraard gewonnen. En per spel wordt uitgelegd wat jullie gaan doen. Op een Hunebed board. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. Jij mag een steen. En ik mag er 3. Jij mag een steen. Had je ook? Ja. Medelijdensteen. Helemaal goed. En dan gaan we dat zo meteen, gaan we de rest even doen. Oké jongens, we gaan vuur maken. Ja, we zitten in de oertijd, dus uiteraard zijn er geen lucifers, geen aansteker. Dus het moet met behulp van een stukje vuursteen. En hier heb ik een ijzer en het wordt een vuurijzer genoemd en het is uit de ijzertijd. Dat is ongeveer een 2500 jaar geleden. Ja, hij is onderaan. Ja, hij brandt. Oké. Tijd loopt. Let's go. Let's go! 30. Oh. En nu? Ah. En door! Nieuw record? 15? Oh! De prijsuitreiking. Nou, er is eentje van 1 minuut en 15 en dat is... Ja. Freddy! Hey! Helemaal goed. Freddy, alsjeblieft. Hey jongens, kijk wat ik in mijn hand heb. Vraag van supporters. Zullen we ze beantwoorden? Ja. Zal ik beginnen? De beste tip om profvoetballer te worden. Ik denk dat je altijd in jezelf moet blijven geloven, hard werken en vooral heel veel plezier maken met alles wat je doet. Beschrijf het FCM-publiek in 1 woord. Dat woord is de 12e man, denk ik. Ze staan altijd achter ons en super sferen in het stadion. Ja. En dat geeft ons, zoals je ziet bij onze resultaten dit seizoen, geeft dat ons een extra boost. Ja, nice. Ja echt. Ik denk, zoals Robert het omschrijft, echt ongelooflijk. Jullie gaan nu boog schieten. Dat hadden jullie al geschoten, denk ik. Het speelelement is wie het dichtste bij de roos zit. Super slecht, man. Jezus. Gadverdamme, man. Oké, die gaat er zeker beter op. Hé, hey, doe die dans. Hé. Die komt erop, man. Dit is mogelijk, man. We gaan niet boven. Nou, mijne was echt slecht ook, man. Beter dan jij. Ja, hij gaat in midden. Ja! Goed schot. Jagen is in de prehistorie heel belangrijk. En de persoon die hier het beste in was... om ervoor te zorgen dat het ook inderdaad zo goed mogelijk ging. En dat ze ook tenminste eten hadden nog op het bord. Is dat bij deze toch? Kijk eens jongen, dan krijg jij inderdaad de mooie steen erbij. Gadverdamme. Laatste vraag. Als er een film over jouw leven gemaakt werd, welke acteur kies jij om jou te spelen? Ik denk Michael B. Jordan, want iedereen zegt dat ik op hem lijk. Ik zou kiezen voor Will Smith. Dat vind ik gruwelijk. Ja, omdat hij super grappig is. Ja, hij is grappig. Hij ik kan zou dansen. Kiezen voor Arnold Schwarzenegger. Mijn zou zijn, denk Jim Carrey. Toch wel hilarisch, laat ik zo zeggen. Laat maar jullie mokjes even zien. Wie heeft de meeste stenen? Ik heb 1 steen. Ik had 3 stenen. Drie stenen. Jij haat. Ja. Waar is je mokje? Ja, mijn mokje is... Ja. Oh, tel die. Ik had 3. Jij hebt er 2. En jij hebt er 3. 4. Yeah. 4. Dus jij bent de winnaar. Dus dan ben jij. Oké, sportief. Kom op. Dank je wel. Dank je wel. Ja, net niet. Jammer. Goed uitborgen.